Nu, op zich, één op één contact kan in principe wel, maar dan zit je met die, je moet 1,5 meter afstand houden. En ik heb voor mezelf bedacht dat ik niet graag de mensen eten zou geven die het niet zouden kunnen om met hun lief af te spreken en dan effectief de hele tijd 1,5 meter afstand te nemen. Dus ik ga er eigenlijk een beetje van uit, weet je, hoe strikter we het allemaal wat naleven, hoe sneller we dit alles onder controle kunnen houden. Dus nee, beter niet afspreken met je lief als je daar niet mee samen woont. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet contact mag houden met je lief, want dat lijkt me wel heel belangrijk vandaag de dag. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden, hè, nu. Voilà, je kan gaan skypen, je kan je computer eventueel aansluiten op je televisie, zodanig dat je het nog eens levensgroot voor jou hebt. Een leuke dinnerdate met elk je potje gekookt eten en zo een date doen via Skype, dat is een geweldige manier om toch dat contact te gaan houden, hè? Om toch elkaar niet te laten vallen. Stuur nog eens een brief, een echte liefdesbrief. Ga nog eens in die pen kruipen en weet je, maak nog eens contact, maar op andere manieren. Ja, Chloe, ik hoor het je graag zeggen. Chloe, schrijf nog eens een brief. Okay. Ik vind dat fantastisch, hè? Maar je bent ook seksuologe. En als koppels elkaar niet meer mogen zien, zullen ze ook de seks moeten missen. Ja, en want als misschien die mag, dan is het best interessant. Ah, het zal wel zijn. En misschien is dat voor een pril verliefd koppeltje echt niet makkelijk, hè? Absoluut. Seks missen, we zijn daar niet gewoon. En plot wat je niet meer mag, wordt heel aantrekkelijk natuurlijk. Maar ik ben het niet helemaal eens dat niks van seks meer kan. Op zich is het waar, als je niet samenwoont met je partner, dan is het niet optimaal om af te spreken om seks te hebben. Maar er zijn zoveel alternatieven, Rav en Rani. Denk maar aan webcamseks. Denk aan sexting. Denk aan seksspeeltjes op afstandsbediening. Denk aan een striptease uitvoeren voor je partner binnen, uiteraard. Buiten die 1,5 meter. En oh, zwijg, Chloe. Goh. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om elkaar niet te besmetten. Want laat duidelijk zijn, er is soms wat onduidelijkheid rond seksualiteit. Het is een feit, als je seks met elkaar zal hebben, het is niet via sperma, we hebben geen evidentie dat zo het virus doorgegeven wordt, maar vanaf je speeksel uitwisselt, vanaf je in elkaars buurt komt in die 1,5 meter, dan kan je elkaar gewoon heel erg besmetten. Dus doe het beter niet. Ja. Maar gebruik die alternatieven. En tegelijkertijd denk ik, ik ben wel seksuoloog, maar ik zeg ook altijd, je gaat niet doodgaan van 3 weken geen seks. Nee, dat denk ik ook. Hè. Zeg, maar er wordt hier en daar gesproken over een corona-boom. Hè, koppels die samenleven, dat die nu veel meer tijd hebben ook om seks te hebben. En dat er over 9 maanden misschien meer baby's gaan geboren worden. Geloof jij dat ook? Vanmorgen is het woord inderdaad corona-boom bij ons in bestuur van de Vlaamse Vereniging van de Seksuologie gevallen. Van kunnen we dat verwachten? Maar enerzijds, ik verwacht dat wel een beetje van koppels die kinderloos zijn. In die zin, wat doen ze met die extra vrije tijd? Dan is het misschien al makkelijk om eens fijn bij elkaar seks te hebben. Maar ik verwacht ook wel bij de gezinnen waar dat er reeds kinderen zijn, verwacht ik nu niet opnieuw een babyboom. Want je hebt veel minder privacy. De ouders hebben hun handen in het haar met de kinderen die de hele tijd thuis zijn en heel wat veel meer vragen van die ouders. En ik merk ook wel, heel veel mensen staan onder druk, staan onder stress met de gevolgen die dit voor ons hele land, voor onze hele maatschappij heeft. Mm-hmm. En stress en drukte, dat is nu niet echt iets wat bevorderlijk is voor de seksuele appetijt. Nee, ik vermoed dat jij je praktijk ook hebt moeten sluiten voorlopig. Jammer genoeg wel. Ja. Ik heb vandaag beslist inderdaad om die te sluiten. Ja, klopt.